zijn hier in Kralingen, Rotterdam, bij het project Noordelijk Niertje, waar Holoniet traptreden geleverd heeft. Onze traptreden zijn zo uniek, ze zijn standaard al heel slijtvast en stroef. En daardoor kunnen ze perfect toegepast worden in dit soort situaties, waar dat natuurlijk heel wenselijk is. En onze traptreden zijn ook kredel gecertificeerd, wat terugkomt in dat ze circulair en duurzaam zijn. Daarnaast hebben we dit specifieke project gekozen om een anti-slipprofiel mee te nemen in de mal, waardoor er extra veilige toepassing wordt gegenereerd. Wij zijn benaderd door de Kovel-architecten Studio Aan en de Nederlandse Bouwunie om voor dit specifieke project een oplossing te bieden voor de traptreden. Toen wij hiermee startten in 2017, toen was er nogal wat angst dat als hier 54 woningen, want ik meen dat er in het bestemmingsplan 56 of 57 toegestaan waren, dat er dan nog enorme parkeeroverlast zou komen. En dat is voor ons een hele belangrijke uitgangspunt geweest om daarmee een goede oplossing te komen voor dit ontwerp. De woning aan de Kralingse Zoomzijde, hè, dus deze kant, die geven we een parkeergarage. Dus onder elke woning twee parkeerplaatsen per woning met een eigen entree en een berging in de kelder. De woningen zijn daardoor 1 meter boven maaiveld uitgekomen met de woonkamer. Daardoor hebben wij deze woningen 1 meter verhoogd. We hebben daardoor wat buitentrapjes gemaakt. Dat geeft toch een beetje de associatie met oude herenhuizen. Daar hebben wij toen gekozen voor holoniet als afwerkingsmateriaal. Als architect ken je dat vooral van muurafdekkers, vensterbanken en dergelijke. Het was voor mij best wel een eye-opener dat er ook treden van te krijgen waren, die een soort hele luxe betonuitstraling hebben. Maar je kan er ook anti-slip in opnemen. En het heeft, dat is natuurlijk het belangrijkste voor mij als architect, de gewenste uitstraling van slanke treden.